basis van de locatie. Een paar bedrijven die in Nederland vestig zijn of als. Voor ons is dat bijzonder belangrijk, omdat het er niet alleen maar op aankomt om geld te geven, hele concrete acties te doen, maar als broederdelen vinden we het essentieel om ook werk te maken van verandering van politieke structuren. En daarvoor is het absoluut nodig dat we contact kunnen hebben met mensen die ook daarop kunnen wegen. En Herman Van Rompuy als president van en voorzitter van de Europese Raad is uiteraard iemand die kan wegen of die mensen kan stimuleren, die de Europese instellingen kan aanmoedigen om werk te maken van een wetgeving die ook structureel impact heeft op deze thematiek. Ik ben er zelf niet geweest. Ik kan het dus alleen maar van anderen horen zeggen. Maar wat ik ervan weet, laat mij zo zeggen, niet wat ik beleefd heb, wat ik ervan weet, is dat het een reëel probleem is dat zich voordoet in vele landen in de wereld. En dat wij vanuit Europese instellingen een nieuwe wetgeving aan het opzetten zijn om dat allemaal voor het publiek en voor de overheden duidelijk te maken, ook voor mensen die hun geld in dit soort van bedrijven hebben geïnvesteerd en die dikwijls niet weten wat soort activiteiten daar plaats hebben. Dus ik denk dat door de zaken transparant te maken, open te maken, dat men eigenlijk de weg opent naar correcties in het beleid, naar dat die mensen ook die ter plaatse zijn een ander leven kunnen leiden, want hun leven wordt op dit ogenblik kapot gemaakt. En dus ik denk dat we met die wetgeving eigenlijk een heel goede daad gesteld hebben in het kader van een brede strategie in zaak ontwikkelingssamenwerking. En als we daar financieel kunnen toe bijdragen, dan is dat heel, heel graag gedaan. Dat soort van acties mogelijk maakt. Maar langs onze kant is wetgeving belangrijker. En dus die wetgeving, die zijn we volop aan het opzetten. En hopelijk tegen het einde van juni wordt dat volledig. Meneer Van Rompuy, denkt u dat dat ver genoeg gaat, zo'n transparantiewetgeving? Kan er niet meer gedaan worden vanuit Europa? Ik heb aandachtig geluisterd naar de mensen van Broederlijk Delen. Dat is hun topprioriteit. Hun topprioriteit is de die. En daar gaan wij op in. Ik denk dat zij trouwens de grootste verdedigers zijn van de richtlijn die we bezig zijn van te maken. Dus de vraag is niet of we veel verder gaan. De vraag is, gaan we doen wat dat we op dit ogenblik stapel hebben staan, en ik denk dat we dat tot een goed einde zullen brengen. Het Deense voorzitterschap is geweldig geëngageerd om dat voor het einde van de maand juni, dat is de periode van uw voorzitterschap, van daar werk van te maken. En ik zal zelf dat nog eens aankaarten bij de Deense eerste minister, die ik heel binnenkort opnieuw zie. Ik denk dat met die regelgeving en die wetgeving. Europa gaat echt een pioniersrol in het wereld omgaan. En dat is een belangrijk teken dat Herman Van Rompuy heeft gezegd dat hij gaat echt aan het hart van de Europese presidentschap, dus de Deense presidentschap, drukken. Dat moet doorgevoerd worden. En dat vind ik een heel positief teken.